De volgende organisatie zet een held in het zonnetje. Flevo Ziekenhuis. Ik mag een bezoekje brengen aan het Flevo Ziekenhuis in Almere, waar je uiteraard de beste zorg krijgt, maar waar je ook, wat dat hebben we laten vertellen, heel gastvrij ontvangen wordt. Nou, dat ga ik uiteraard ervaren. Er werken heel veel betrokken medewerkers en 3 daarvan mag ik in het zonnetje zetten. Nou, ik mag dus een held in het zonnetje zetten en haar naam is Roosje. En voor Roosje heb ik een bloemetje. Ik moet hem toch even maken. Op de intensive care afdeling moet ik even kijken of ik daar ben. Goedemorgen, zegt u maar. Goeiedag, Kevin van de Helden van Nu voor Roosje. Wat leuk, ik kom u even ophalen, ogenblik alsjeblieft. Kijk, zo werkt dat. Hi. Goedemorgen. Hi. Dag Roosje. Ja. Ik heb voor Roosje een bloemetje. Wat mooi. Ja, alsjeblieft. Ja, bedankt. Ja, dat doen we voor jouw mooie werk. Heel goed. Ja. Oké, hartstikke mooi. Bedankt. En je werkt op de intensive care afdeling. Wat maakt dit nou voor jou tot de mooiste baan? Ja, de intensive care is echt het vak waarin je echt alles doet voor de patiënt. Van top tot teen. Wij zijn degene die 24 uur aan het bed staan. En dat vind ik heel mooi, om het hele proces te volgen, te zien en direct aan het bed te staan. Toen ik hier naartoe liep, zag ik een aantal van die IC-kamers. Zou ik er eentje mogen bekijken? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, kom maar mee. Nou, laten we de bloem hier veilig. Mag jij voorlopen? En waarom heeft deze nou eigenlijk 2 deuren? Waarom is dat? Dit is de sluis, ja? Zoals we dat noemen, om dus een strikte isolatiepatiënt te kunnen opnemen. Ah, oké. Okay. Nou zijn we natuurlijk te gast op een IC-afdeling. Jullie hebben een roerige tijd gehad, kan ik me zo voorstellen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, dat was wel een hele heftige, intensieve tijd, om het maar zo te noemen. Ja. Iedereen moest extra werken, iedereen werd gebeld. We hadden fysieke plekken over, dus die hebben we kunnen inrichten als ook weer als volledig IC-kamers. En na de golf, na de ergste piek, konden we allemaal weer terug naar de IC. Zijn ze eigenlijk acuut gaan verbouwen op de IC om de volgende keer niet te hoeven uitbreiden naar de OK. Nou heb ik jou de bloemen gegeven, maar jullie doen dit natuurlijk met een heel team. Wil je daar nog iets tegen zeggen? Dit is je moment. Ja, klopt. Ik heb zeker de bloemen niet alleen verdiend. Dat hebben we echt met het hele IC-team gedaan. De verpleegkundigen, de artsen, de afdelingsassistenten, de schoonmaak. Eigenlijk iedereen die hier heeft bijgedragen om de opschaling voor elkaar te krijgen. Iedereen die extra diensten heeft gewerkt. Maar met name mijn eigen verpleegkundigen en artsencollega's ben ik echt super trots dat we dit zo hebben kunnen doen. Dat is echt... Ja, vind ik heel knap. Nou, bij deze, goed dat je het moment even hebt gepakt. En goed dat we dat even hebben kunnen horen en zien. Dankjewel. Dankjewel. Heel veel deuren, heel veel kamertjes. Maar hier moet Elisa zitten, volgens mijn laatste gegevens. Elisa? Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ik kom jou even in het zonnetje zetten. Nou, wat leuk. De helden van nu. En jij werkt al heel lang in het ziekenhuis. Dat klopt. Hoe lang werk je er al? 11 jaar inmiddels. 11 jaar? Ja. Ja. Want jij bent nu teammanager. Ja, dat klopt. Hoe ben je begonnen bij het ziekenhuis? Ik ben ooit begonnen als leerling verpleegkundige. En toen doorgegroeid in deze functie eigenlijk. En wat moet jij zo meteen doen? Ik heb zo meteen een capaciteitsoverleg. En mag ik daarbij zijn? Dat mag zeker. Ja, is dat voldoende capaciteit voor mij? Dat komt goed. Oké, gelukkig. Het is een heel kort overleg. Ja. Maar wel heel hard nodig volgens mij. Klopt. Ja. Ja. Want even voor de beeldvorming van de mensen die nu kijken. Wat wordt hier nou besproken even in die korte tijd? Hier wordt besproken wat er in de afgelopen 24 uur aan patiënten is opgenomen en ontslagen. Wat we aan beschikbare bedden hebben. En of we personele knelpunten hebben. Want hoeveel afdelingen in totaal zitten hier bij elkaar? Alle klinische afdelingen van het ziekenhuis. Dus eigenlijk alle specialismen zitten bij elkaar. Hey Elisa, jij hebt in al die jaren een mooie carrière kunnen maken. Geldt dat voor iedereen?
Ja, ja, we zijn een opleidingsziekenhuis. Ja. Dus eigenlijk wordt iedereen die kans geboden. Bijvoorbeeld ook voor de medisch specialisten. We leiden voor 9 specialisten op. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de verpleegpost. Oké. Okay. Ik benader vast even een collega. Ja, dat is goed. Het gaat allemaal on the flow zo, hè? Ja, zeker. Het gaat allemaal door. Nou is dit jaar natuurlijk een heel rumoerig jaar. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, dat was een hele intensieve periode. En dat heeft echt wel veel invloed gehad op ons allemaal. Maar met name op de verpleegkundigen die echt in de frontlinie stonden. Dat heeft echt wel de nodige indrukken achtergelaten ook bij ze. Nou, dankjewel Elisa. En dankjewel dat ik mocht meelopen. Ja, bedankt dat je er was. Nou, als het goed is zit Gideon hier in deze kamer. Nou, klopt ook. Gideon, welkom. Helemaal op je plek. Van binnen. Dankjewel. Neem plaats. Oh, je mag ook gelijk gaan zitten. Ja, precies. Ik moet gelijk bij de dokter komen, merk je dat? En ik kom jou in het zonnetje zetten, hè? Ja, dat blijkt. Ja, maar jij neemt gelijk de regie. Je denkt, nou, het zal mij niet gebeuren. Nee, moet je pas aan het houden. Ja. En je bent cardioloog, maar je bent nu op dit moment hier aan het werk, op deze locatie. En waarom niet in een ziekenhuis? Ja, het ziekenhuis is natuurlijk een beetje een drukke toko. Dus we hebben bedacht dat we eigenlijk ook buiten het ziekenhuis moeten gaan zitten om de mensen te blijven kunnen ontvangen. En waarom heb jij ervoor gekozen om juist voor dit ziekenhuis, het Flevo ziekenhuis, te werken? Ja, ik heb al veel ervaring in andere ziekenhuizen in Amsterdam. En ik heb eigenlijk voor het Flevo ziekenhuis gekozen omdat het kleinschalig is. De lijnen zijn kort. Je hebt een persoonlijke band met de patiënten zelf. En je kan ze ook netjes vervolgen in de loop van de tijd. Dus de continuïteit kunnen we echt borgen in het Flevo ziekenhuis. Ik durf bijna niet te vragen, maar zou je ook even kunnen kijken of mijn hart een beetje in orde is? Er zijn ook mensen die daar aan twijfelen. Ja, maar echt. Dus zullen we dat doen? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Gaan we even een hartfilmpje maken. Ja, kijk even naar de regisseur. Die zit al nee te schudden namelijk. Vervelend kring. Aan 63 is redelijk. Is prima, juist, is goed. Nou, bij deze. Geslaagd. Nou, allemaal bevlogen medewerkers. Leuk om ze in het zonnetje te zetten. En wat mij in ieder geval opviel, is dat ik heel warm ben ontvangen. En wat ik persoonlijk dan heel interessant vond, is om een keer zo dichtbij op een IC te kunnen kijken. De volgende organisatie zet hun helden in het zonnetje. Flevo Ziekenhuis.